Eigenlijk ben ik helemaal niet zo bezig met dit EK. Nee, totaal niet eigenlijk. Nee, ik denk al vooruit. Ja, want kijk, Nederland heeft nu gewoon alleen maar mazzel. En die hebben een pool van helemaal niks. En die krijgen ook tegenstanders straks. Dat lijkt ook nergens op. Dan heb je Tsjechië. En dan krijg je misschien Wales of Denemarken. Veel plezier, sta in de halve finale. En Nederland heeft nog niet de ploeg om het echt af te maken. Dat is het gewoon. En ook niet de bondscoach om het echt af te maken. Maar, vrienden, ik heb goed nieuws voor jullie. Ja, want waar ik nou de hele tijd al mee bezig ben in mijn hoofd. En ga met mij mee. Ja, duik ook even in mijn koppie. En ga mee op die reis die ik al de hele tijd maak. Want ik denk bij mezelf, over 1,5 jaar, dan staan we er. Dan zijn we er. En dan moeten we met z'n allen achter Oranje staan. Huppatee. Want dan gaat het gebeuren. Over 1,5 jaar. Bij het WK. Dan zul je zien. Want dan hebben wij een keeper. Bijlo van Feyenoord. Die staat dan gewoon in het Nederlands elftal. Die is er dan. En dan hebben wij, laat ik bijna zeggen, de beste keeper van de wereld. En kijk dan nog eens even naar de verdediging. Ja, wat denk je? Hey. Die De Ligt, die heeft dan alweer 1,5 jaar langer gespeeld in Italië. En 1,5 jaar beter geworden. Die is dan, weet ik veel, 24, 25 in de kracht van zijn leven. En wie terug is, wat denk je daarvan? Virgil van Dijk, die is dan terug over 1,5 jaar. Die staat daar rock solid in het centrum van de Nederlandse verdediging. En wat denk je van een speler als Timber? Die heeft dan 1,5 jaar met Ajax Champions League kunnen spelen, is 1,5 jaar beter geworden. En dat geldt ook voor een speler als Gravenberg. Zelfde verhaal. Ook 1,5 jaar beter geworden. En Wijnaldum, die is dan gewoon met al zijn ervaring en alles wat hij heeft opgestoken weer bij Paris Saint-Germain, nog veel beter. Frenkie de Jong, wat moet ik daar nog over zeggen? Die is tegen die tijd gewoon een wereldster. Die is dan zo goed, dat is dan de grote motor van het Nederlands elftal. Jongens, voelen jullie het al een beetje dat het eraan zit te komen over 1,5 jaar? Ja, dan is iedereen in zijn kracht. En dan gaan wij met z'n allen iets meemaken wat we nog nooit hebben meegemaakt. Ja. En wat denk je dan van Malen? Die Malen, die gaat gewoon in het buitenland spelen. En die gaat ook nog eens een keer, één of twee klassen beter worden. En Depay. Depay, die komt in Barcelona. Die krijgt te maken weer met Ronald Koeman. Die wordt weer eventjes met, beide voetjes op de vloer gezet. En wat denk je van Messi? Je denkt toch niet dat Depay daar een beetje leuk gaat lopen doen in die kleedkamer bij Barcelona of eigenwijs in het veld. En die leert daar gewoon functioneel te voetballen zonder flauwekul. En daar gaan wij profijt van hebben bij het Nederlands elftal. Dus, vrienden, het is volkomen duidelijk met deze uitleg. Er gaat maar één ding gebeuren over 1,5 jaar. Dan zijn wij wereldkampioen.